Ik kan juist, we gaan deze talens beginnen met het flitsen van de letters, dus ik hoop dat je klaar zit. Daar gaan we. Goed gedaan. Wij gaan vandaag leren hoe wij woorden met de schr correct moeten spellen. Dat betekent dat we zo'n dicté krijgen. Ik zeg dadelijk een woord met de schr. En ik wil dat jij goed luistert, het woord nazegt, in losse stukjes hakt, de losse letters opschrijft, het woordje naleest en nog eens één keer na gaat kijken. Als je dat hebt gedaan, dan schrijf je het woordje waarschijnlijk helemaal goed op. Ik wil dat je een papiertje pakt en een potloodje. Ga ik nu te snel, mag je het filmpje op pauze zetten. De juf gaat beginnen met de eerste zin. Daar komt hij. In de schuur ligt een schroef. Jij gaat zo meteen opschrijven het woordje schroef. Schr, oef. Schrijf op. Schroef. Nummer 2. Ik schrijf mooie verhalen. Schrijf. Ik schrik van de harde knal. Schrijf op. Schrik. Mam schraapt de wortels. Schraapt. Ik maak het dicté in mijn schrift. Schrift. Als je dat hebt gedaan, gaan we de woordjes zo meteen nakijken. Zet het filmpje even op pauze, zodat je kunt controleren wat jij hebt gedaan. Schr is de voorkant van schoen, dat hebben we geleerd. En daarna komt er een medeklinker achteraan en de rest van het woord. Ik wil dat je de woordjes controleert. Als we dat hebben gedaan, draaien we het papiertje om. Want dan krijgen we nog een dictaatje van 10 andere woordjes. Ik ga waarschijnlijk te snel, maar zet het filmpje tussendoor op pauze. Nummer 1. Sjoerd heeft een schram op zijn arm. Schrijf op. Schram. Ik breng een boek mee. Schrijf op. Breng. Bas maakt puinhoop in zijn slaapkamer. Puinhoop. Een week heeft 7 dagen. Week. Ben jij wel eens stout geweest? Stout. Uit de stekker kwam een vonk. Vonk. Ik draai de schroef in het hout. Schroef. Heeft de blokfluit een mooie klank? Schrijf op. Klank. De zon schijnt vandaag. Schrijf op. Schijnt. De vogel vliegt hoog in de lucht. Schrijf op. Vliegt. Keurig gaan we de woordjes controleren. Dit is het eerste rijtje en hier is het tweede rijtje. Kijk de woordjes na. Vandaag ga ik maar 1 instructie geven, want de bladzijden van zon en maan zijn vandaag allebei hetzelfde. Dus ik wil dat je oplet bij wat ik nu uit ga leggen. Zet in de goede rij. We hebben zometeen woordjes die beginnen met de sch en we hebben woorden die beginnen dadelijk met de schr. Ik wil dat je ze op gaat schrijven in de goede plek. Schroef, schaats, schuil. Schrijf, schop, schram. Ik wil dat je de woorden in de juiste rij gaat zetten. Wat is goed, wat is niet goed? Ik heb hier een moeder en een kindje en een sjaal en een boom. Hier staan zo meteen zinnetjes en ik wil dat je aangeeft of het goed is of niet goed is. Fons is kort. En Jantien is lang. Als dat zo is, dan zeg je goed. Is het niet zo, is het niet goed. Jantien is kort en Fons is lang. Jantien is lang en Fons is kort. Fons kan niet bij de sjaal. Jantien kan niet bij de sjaal. Ik wil dat je ze inkleurt. Op de volgende bladzijde gaan we zinnen met elkaar verbinden. Wat hoort bij elkaar? Ik wil dat je de voorkant van een zin leest en dat je de achterkant daarbij gaat zoeken. Als ik ziek ben,
van mijn mam. Als ik ziek ben, kan ik niet naar school. Oké, die zou het kunnen zijn. Ik ga hem even controleren. Als ik ziek ben, want de deur is dicht. Nee, dat is gek. Er is er natuurlijk maar eentje goed. Als ik ziek ben, kan ik niet naar school. Ik wil dat jij de rest van de zinnetjes zo meteen leest en met elkaar gaat verbinden. Ben je klaar? Ga je de woorden van Veilig Gespeld oefenen? Wil ik dat je in je dunne boekje gaat lezen? En wil ik dat je in je dikke boekje gaat lezen van Veilig en Vlot? Ben je daarna klaar? Dan wil ik dat je je schrijfschriftje pakt. Dan gaan we dit boekje namelijk helemaal uitwerken vandaag. Het is de laatste bladzijde, ik. En ik wil dat je antwoord gaat geven op al deze vragen die hier staan. En dat mag je zo meteen doen in schuinschrift, de antwoorden. Het is de laatste bladzijde, bladzijde 32. Ik heet. Ik wil dat je je naam opschrijft. Ik ben. Hoeveel jaar ben jij? Mag je opschrijven. Ik vind dit leuke letters. Nou, ik wil dat je de letters opschrijft die jij het allermooiste vindt. Nou, ik heb in de klas wel eens verteld dat ik de K bijvoorbeeld heel mooi vind. Omdat hij een hele lange lus heeft. En ook nog zo'n heel mooi oogje en een haakje daaraan vast. Ik wil dat jij de letters opschrijft die jij leuk vindt om op te schrijven. Ik vind dit moeilijke letters. Nou, ik ken er wel een paar. Jeetje, wat een moeilijke letters. Ik weet wel wat ik hierop zou schrijven. Schrijf jij eens de letters op die jij heel moeilijk vindt. Ik vind dit gekke woorden. Ik wil dat je een aantal woordjes opschrijft wat jij een beetje gek vindt. Ik maak een heel lang woord. Ik wil dat je op deze regel begint en dat je je allerlangste woord gaat schrijven die er bestaat. Maar let op, het woord moet wel echt zijn. Dus je kunt wat losse letters en losse woorden aan elkaar plakken, maar het moet wel echt bestaan natuurlijk. Ik verzin zelf leuke woorden. Kijk, hier hoeft dat dus niet. Hier mag je allemaal woorden aan elkaar plakken en dan krijgen we toch iets heel leuks. Nou, die mag je natuurlijk zelf verzinnen. Heb je dat gedaan? Ben je klaar voor vandaag? Mag je al je spulletjes lekker opruimen en genieten van je vrije middag. Succes, kanjes. Zet hem op.